Logisch hackathon is voor mij echt een manier om even uit je schulp te kruipen, om datgene te kunnen laten zien wat je eigenlijk al heel lang in je onderbewustzijn hebt leven. Wat ik dan zie gebeuren is eigenlijk dat er ontzettend veel energie is, zelfs nog meer dan dat er normaal dagelijks op kantoor is, en dat hoop ik dan altijd zo lang mogelijk vasthouden. De behoefte kwam heel erg vanuit de mensen zelf. Je werkt dagelijks aan je project, dat kost heel veel tijd en je zit in een bepaalde flow. Maar daardoor krijg je niet meer de tijd om echt nieuwe dingen toe te passen. Sowieso is het heel belangrijk om constant voorop te blijven lopen, gewoon qua technologie en dat soort zaken. En als je alleen maar met de producten bezig bent waar je mee bezig was, ja, dat remt je voorsprong. En wat mij betreft is dat ook de nieuwe beweging die Topicus inzet. Excellente techniek combineren met excellente gebruikersinterfaces. Met al deze brainpower kunnen bijdragen, hoe gaaf is dat? Op zo'n dag ga je meestal eerst beginnen aan je idee wat verder uitwerken. En daarna ga je het zo snel mogelijk proberen naar een presentabele vorm te krijgen. Ik zou dit elke week wel willen doen, ja. Een trigger om weer scherp te zijn om bepaalde problemen op te lossen die je niet dagelijks tegenkomt. Er wordt ook veel uitgewisseld tussen de groepjes. Superleuk initiatief. Ja. Kanten en Messages ontstaan eigenlijk ook uit een hackathon van één dag. Er was iemand die zag dat WhatsApp heel erg goed werkte in de zorg. Maar ja, WhatsApp was helemaal niet veilig. Dachten we, dat kan gewoon niet zo. Dus toen hebben ze een veilige messenger gemaakt. Met Topicus Key Up zijn we dus begonnen tijdens een hackathon. En daarnaast zijn we ook eigenlijk uit eigen beweging, eigen initiatief, zijn we lekker thuis en in de trein ook verder ermee gegaan. Het is ook natuurlijk je passie, dus we bouwen daar ook in eigen tijd aan. Dat doen we nog steeds. Wat wij dus ook hebben gedaan met Key Up is net op een andere manier gaan denken. We gaan niet rechtlijnig aan het werk, wij denken om een hoekje bij wijze van spreken. Mollykit staat net in de markt. Hij is net in de App Store beschikbaar. Bedacht door een student en nu verder ontwikkeld door een eigen team van Topicus. De gezondste Topicaan is een app waarmee we proberen mensen te motiveren om meer te bewegen en minder te zitten. Topicus Hackathon geeft eigenlijk veel energie en een impuls. Het is vaak dat het begint iets.